Wat willen jouw kinderen laten worden? Mijn kinderen die zijn natuurlijk al groot. Eentje zit in de metaal. En de dochter die bij ons werkt, die gaat naar een werk zoeken. Dus dat is het. En er is voorlopig werk genoeg overal. Dus ze is gestudeerd, komt wel goed. Ja, zeker. Ja. Ja. En dat vind ik mooi, hè? Ja, dat is ook mooi. Ja. Zeker. Ja. Mooi is dat. Ja. Wie is jouw grootste idool? Waarvan? Ja, het kan een... Van het voetballen? Van het voetballen kan ja, dan het, Marco van Basten. Ja. Ja, zeker. Ja, goed trainen. Een hele andere tijdperk, hè? Maar dat was de grote idool vroeger. Ja, klopt. Ja, mooi hè? Ja, mooi ja, zeker. Ja, klopt. Ja. En van andere categorieën? Van muziek of pop of zo? Oh, maar dat is een heel breed scala. Oh, ja. Ik hak van de ene naar de andere. Dus dat is een heel. Van alles en nog wat. Er staat altijd muziek aan, dus dat is heel raar hè? Ja, klopt. Het mag van alles wezen. Ja, dat scheelt ja. Waar word je blij van als je chagrijnig bent? Ja, goed. Goeie vraag. Ik ben nooit chagrijnig. Nee. Dus dat is... Fijn, ja. Het kan van alles blij worden. Hè? Ja, klopt. Welke opleiding heb je voordat je bij Cafetaria Rijnders ondernemer? Ja, maar ja, ik heb de school niet afgemaakt. Ik ben 3 maanden voor het examen van de school afgegaan. Dus ja, dat was ook een heel, heel kort antwoord, hè? Ja, klopt. Dat is echt, nee. Ja. Nee, het gewoon gaan werken. En toen kwam ik erachter dat ik voor mezelf ook beginnen. Dat is wel leuk. Ja, zeker. Heb je voordat je ondernemer werd nog andere baantjes gehad? Ja, in de horeca. Oh, ja. Ook bij cafetaria. Ja. En zo doen we van de ene rol in de andere. In cafetaria. Dan begin je voor jezelf. Als de mogelijkheid is, hè? Ja, klopt. Op welke doelgroep richt je het meest? Ja, dat is een heel breed scala. Echt, dat is, maar dat is in de loop der jaren weer allemaal opgebouwd hebben. Mensen komen. Dat is, ja, klopt. Wat vind je het allerbelangrijkste aan een medewerker? Dat ze netjes werken, vriendelijk zijn. En dat is het einde van, hè? Ja, eigenlijk. Dat is kort maar bondig, hè? Ja, klopt. Ja. Met wie je voor het laatst heel erg moest lachen met collega's? Met diverse collega's kan ons er wel vaak lachen. Maar je moet ook schrik hebben in je werk, hè? Want zou dat niet vol, hè? Nee, dus dat is niet specifiek met iemand, maar gewoon met meerdere mensen. Nee. Wie is het belangrijkste persoon waar je echt om geeft? Dat kunnen er meerdere zijn, hè? Ja, klopt. Je eigen vrouw, kinderen. Broers, zusters, dat kan allemaal, hè? Ja, klopt. Dat is wel een beetje ter schaal ook. Ja. Welke veiligheidsvoorschriften pas je toe in jouw bedrijf? Oh. Goeie vraag. Dankjewel. Ja. Bepaalde dingen voorzichtig zijn, hè? Dat is eigenlijk wel de... Je moet dichte schoenen aan, dan is het, kijk, je moet dichte schoenen aan, hè? Ja, klopt, ja. Mooi, hè? Ja, mooi, ja.
wat brengt jouw baan voor taken met zich mee? Inkoop, verkoop en schoonmaken. Ja. Ook heel breed, hè? Ja, klopt. Ook ja. Heel breed, ja. Wat is precies de inhoud van jouw functie? Of is het een beetje hetzelfde? Eigenlijk alles, hè. Van A tot Z. Ja. En van 's morgens tot 's avonds, hè. Ja, klopt, ja. Wat was de leukste baan die je hebt gehad? Deze. Ja, klopt. Zou die gezellig ook niet zo zeggen, hè? Nee, klopt. Ja. Heb je veel plezier in jouw werk? Jazeker. Elke dag. Ja. Je hebt heel af en toe wel eens een keer een mindere dag, maar heel weinig. Ja. Dan zeg je... Hij staat erop, mooi hè? Ja, mooi. Ja. Ja. Wat zijn de positieve kanten van jouw werk? Ja, ik vind het werk gewoon leuk. Dat is echt, ja. Dus je moet het niet alleen de docenten doen, maar dan hou ik het niet vol. Dus, Waar kijk je naar? Ja, doei. Asje. Hi, Ben. Hi, Owen. Waar kijk je naar als je personeel wilt aannemen? Ja, eigenlijk of ze er verzorgd uitzien. Ja. Dat is eigenlijk wel, voor de rest maakt het niet zo heel veel uit. Moet er gewoon netjes eruit zien en vriendelijk zijn. Dat zijn punten, dat is zo. Ja, klopt. Ja. Ja. Ook belangrijk. Zeker weten, hoor. Hoeveel zaken wou je eigenlijk nog bij in Nederland als u niet met pensioen ging? Ja, we hebben er twee gehad. Dat heb ik samen gedaan met mijn broer. Ja. Maar dat was meer dan voldoende. Die ambitie hadden we niet. We hadden het goed. We hebben het nog steeds goed. En dat was het enige. Top 3 grappigste personen uit Doesburg. Grappigste personen uit Doesburg. Van heden of mensen die er leven of ja, mag bijvoorbeeld ja, mag beide zijn of even. Ja, nou ja, ik heb hier eigenlijk heel veel van die grapjas. Ja. En ik er een paar noem en een paar niet noem, dat is niet goed, hè? Nee. Dus zeg maar dat gewoon heel veel grappige mensen hier in Düsseldorf zijn. Ja, klopt, ja. Ja? Ja. 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 Hai, hai. Noem 3 goede eigenschappen van collega's. Functioneren goed. Op tijd. En collega. Ja. Ik neem even jou over. Dit is ESPN. Goeiedag. Zet hem maar uit. Ja. Ja. 3 goede eigenschappen. Ja. Ja. Van medewerkers. Ja, klopt. Nou, dat is op tijd zijn. Sorry. Ja. Mag ook van u zijn, maar ook collega's. Ja, collega's. Ja. Op tijd. En voor de rest eigenlijk alles, hè. Ja. Zorgd eruit zien. Vriendelijk zijn. Ja, klopt. Ook zo belangrijk. Ja, zeker. Ja. Zeker. Oké. Okay. Je zit te kijken of zijn we ook uien erbij? Hoe werken jouw collega's? Hoeveel? Hoe ze... Nou, voldoening, anders blijven ze niet werken natuurlijk, hè. Nee, klopt. Voldoen in ieder geval. Ja, klopt. Ze voldoen aan de eisen natuurlijk en dat is wel belangrijk, hè? Ja, klopt. Ja. Ja. Oké. Okay. Hoeveel personen werken? Ik doe dat met de vrouw en de dochter. Ja. En wat je nou ziet lopen, dat zijn de nieuwe eigenaren. Ja, klopt. Ja. Ja.
Top 3 mooiste vrouwen uit Duisburg. Ja, heel makkelijk. Er lopen zoveel mooie vrouwen in Duisburg. Ja. Ga geen naam noemen. Nee. Dat moeten we niet doen. Nee. He? Ja. Ja. Ben je klaar, hè? Welke persoon laat jou het vaakste lachen? Ik heb zoveel lachen. Nou. Ja. Er zijn meerdere personen. Dat is een... Moet je allemaal zo echt namen noemen, dat doe ik eigenlijk niet, hè? Nee. Nee. Snap ik. Zijn we er bijna, jongen? Of niet? Ja, we zijn bijna. Ja. Er staat iemand anders wachten. Oh ja, snap ik. Ja. Welke talen spreek je? Vloeiend Nederlands en Duits. En een heel klein beetje Engels. Ja. Welke talen wil je graag leren? Niks meer. Wij zijn uitgeleerd. Ja, klopt. Het grappigste blunder die je hebt meegemaakt? Ja. Ja, moet je even voorpakken? De grappigste blunder. Ja, dat weet ik eigenlijk. Ja. Ik kan het zo niet even opkomen. Nee, snap ik. Wat zou je ergens missen? Dat je geen zaken meer hebt. De klantenomgang. En het contact, hè? Ja. Contact met de klantenomgang. Klopt. Maar dat zal ook weer wennen. Hè? Ja. Maar je kunt wel bellen. Hoe lang heeft je een eigen zaak? 41,5 jaar. Ja, dat is heel lang, hè? Ja, klopt. Ja. En er komt nu een einde aan. Ja. Wij staan alleen voor. Het is heel leuk. Je stond in de krant en nu ook nog een interview. Ja, ja. Die mooie woorden. Ja, klopt. Hoe ervaar je dat? Ik hou er eigenlijk niet zo heel veel van, hoor. Nee. Ik ben het nu zat op de achtergrond. Ja, snap ik. Ja. Klopt. Maar soms is het wel leuk voor mensen, hè? Ja, klopt. Ja. Leuk. Jullie werden ook een keer overvallen. Ja. Ja, hoe is dat? Met mij is goed gegaan, dat is echt niet. Ja, we hebben eruit gejaagd, zoals de mensen met een pan. Die komt niet meer terug, hè? Nee, klopt. En dat laten we zo. Ja, dat was niet zo heel leuk. Nee. Dat is nooit leuk, hè? Nee. Zoals voor niemand is dat leuk. Nee, klopt. Absoluut niet. Nee, absoluut. Nou, heel erg bedankt. Heel graag gedaan, jongeman. Ja, zeker. En wil je iets toevoegen aan de video? Nou, dat mensen allemaal gezond blijven. Ja. En de kop erbij houden. Ja, dat is ook belangrijk. Heel belangrijk is dat. En Esso, dat is een shout-out. Dat is een soort groetjes aan iemand. Wil je dat ook? Ik doe een groet aan iedereen. Is goed. Iedereen die het kennen. Ja? Ja, ja, heel erg bedankt. De boksen. Bedankt. Oké, man. Oké, man. Nou, mooi.